Waar zijn de spannende gesprekken gebleven? Het wordt steeds vlakker op radio, op televisie, op internet. En wij van Café Weltschmerz willen daar iets aan veranderen. En dat doe ik samen met mijn kameraad en mede-interviewer Willem van Weelde. Waar we ook blij mee zijn. En wie ben jij? Ik ben Erik de Vlieger, zou ik bijna vergeten. Okay. En onze gast? En onze gast, en daar zijn we heel blij mee, is Teun Hardjono. En ik ga even spieken. Teun Hardjono is part-time hoogleraar kwaliteitsmanagement aan de Erasmus Universiteit. Voorts is de heer Hardjono raadslid in Gouda voor het CDA en fellow van het wetenschappelijke instituut, ook van dezelfde CDA. Wat vergeet ik, meneer Hardjono? Dat ik ook nog directeur-eigenaar ben van een adviesbureau dat zich bezighoudt met maatschappelijk verantwoord ondernemen. Is dat een groot adviesbureau of is dat een eenpitter? Nee, dat is een typische netwerkorganisatie. Dus we zitten met een kern van een zestal mensen. Vaste mensen? Ja. Vast in dienst? Oké. Okay. En u, even tussendoor, uw cliënt is de overheid of uw cliënt zijn ook bedrijven? Nee, je noemt het een adviesbureau, maar we proberen zelf ook initiatieven te ontwikkelen en op organisaties af te stappen. Voor eigen rekening en risico ontwikkelen? Ja. Maar is het ook zo dat de kennis die u zeg maar als wetenschapper heeft weer via de adviespraktijk teruggevoed wordt? Hè? Dus dat er een soort feedback loop ontstaat terug naar de wetenschap, dat de vragen die eigenlijk getest worden in uw adviespraktijk, dat die weer terugvloeien naar wat u wetenschappelijk onderzoekt? Of? Ik ben altijd zelf een beetje onder de indruk van die enorme lijst van functies die ik schijn te hebben. Ja. Maar zo beleef ik het helemaal niet. Nee. Ik ben volgens mij altijd met hetzelfde bezig, op dezelfde onderwerp. Op uw website staan heel veel functies. Ja, maar ik ben steeds met hetzelfde bezig. Dat klopt. Wat is dan de overeenkomst in datgene wat u doet? De overeenkomst is proberen toch, ja, het klinkt een beetje weinig origineel, hè, te werken aan een betere wereld. Ja, je kijkt er even naar. Ik ben heel nieuwsgierig naar wat er nu gaat komen. Ja, ik denk dat we in een tijdperk leven waar mensen niet meer de verantwoordelijkheid nemen voor de omgeving waar ze deel van uitmaken. En ik probeer dat aan de ene kant zelf op een andere manier te doen, hè, zelf anders te doen, maar ook andere mensen daartoe aan te zetten of soms ook de omstandigheden te creëren waaronder dat kan. Nou, dat kan je als gemeenteraadslid doen. Nu betrek je de bevolking van de stad erbij. Bijvoorbeeld, ja. Bijvoorbeeld, hè, ook binnen een politieke partij op het andere niveau, zoals het wetenschappelijk instituut. Hè, wat gaat er om in de maatschappij? Je probeert daar iets over te schrijven en over te doseren, maar je probeert daar ook voor eigen rekening en risico projecten te antemeren waarin dat een centrale rol speelt. Want heeft u het idee dat dat zeg maar progressief een probleem is geworden, dat niet nemen van verantwoordelijkheid? Het is over de laatste 20 jaar. Nou ja, progressief. Jaar dat... Ik denk wel dat wij in een periode zijn terechtgekomen waarin het individualisme wel heel erg is doorgeslagen in egoïsme en onverschilligheid naar de medemens. Ja. En dat is ook wat u inbrengt binnen het CDA van. Stond die partij eigenlijk niet destijds voor iets wat... Nee, dat hoef ik niet in te brengen. Dat hadden ze zelf al in de gaten. Ja, de CDA was al een beetje van de anti-egoïsme. Ja, daarom. Je zou toch ook kunnen zeggen van het zoeken binnen het CDA naar een nieuwe koers had misschien ook te maken met dat uitgangspunt. Nou ja, het is een organisatie. Elke organisatie die... zeg maar, toch wordt beïnvloed door de context of de tijdgeesten waarin ze opereert. En dan is het wel handig om ze nu en dan eens even te helpen herinneren en kritische vragen op te stellen. Op welk niveau doet u dat binnen de CDA? Nou ja, het wetenschappelijk instituut is natuurlijk... Is dat hoog? Ja. Dus, is dat direct partijleiding programma schrijven? Ja, dat is op dat niveau. U bent dus een invloedrijk persoon binnen de CDA-gemeenschap? Nou, probeer invloed uit te oefenen. Bent u verantwoordelijk ook voor het CDA-partijprogramma? Ziet u dingen terug die u geadviseerd heeft? Ja, bijvoorbeeld. Nou, ik ben niet verantwoordelijk, hè, want het zijn de dagelijkse politici. Nee, ga nog niet de verantwoordelijkheid afschrijven. U wel eens dingen terug die u zelf geadviseerd heeft? Want dan hou ik u wel verantwoordelijk trouwens. Oké. Okay. Nee, maar laten we even concreet zijn. Hè. Ik ben nu bezig met een collega van het Wetenschappelijk Instituut een visie op Europa te schrijven. Waarbij ik toch wel de hele top van de partijen, dus alle ministers en premiers, maar ook...
mensen op de achtergrond gesproken heb. En dat proberen we toch neer te zetten over wat wij denken dat een visie op Europa is. Is het een beetje laat? Een jaar of 10 te laat? Ja. Maar ja. Maar ja? Moet toch een keer gebeuren. Dus het CDA heeft nooit een visie gehad op Europa. Die gaan nu een visie schrijven in 2014. Nee. Als Europa in brand staat, dan hoor ik toch niet goed. U bedoelt het anders. Ik bedoel het echt wel. Kijk, alles heeft te maken met ook de crisis waar we in terecht zijn. En de verandering. Gekomen. En de veranderingen waar we in terecht zijn gekomen. En natuurlijk ook wel zeg maar, de kritiek die wordt geuit op Europa. Ja. En daarover terug te komen op het eerdere vraag. Past de CDA zich aan aan die kritiek? Nee, ik probeer, maar dat is dan mijn rol, hè, om te kijken vanuit mijn kennis, zover ik die heb als bedrijfskundige. Vanuit die blik is te kijken, wat gebeurt er op dit moment in Europa? En kan je nou eens vanuit een ander perspectief naar de ontwikkelingen kijken? Welk perspectief? Nou, ik kijk heel erg vanuit, kijk, mijn primair kijk is een bedrijfskundige perspectief, hè, dus... Hoe functioneren organisaties? Ja, maar dat drijft u weg bij wat ik wil vragen. Okay. Mijn excuus. De CDA, we hadden trouwens een ander begin gepland van dit interview. Maar ja, maar dat maakt niet uit. Maar ik wil toch even noemen voor de kijker. De CDA kijkt ook naar de publieke opinie, omdat die veranderd is. En zegt dan, daar moeten we ons toch een beetje aan aanpassen? Of, ja, hoe werkt dat? Hoe werkt dat? Om kiezers te krijgen? Nou, kijk, ik mocht daar niet over. Ik moet het vanuit mijn eigen deskundigheid doen. Dat mag ik hopen. Ik meen dat ik zo langzamerhand wel een kijk heb over hoe organisaties zich ontwikkelen over de tijd. En dat heb ik neergelegd op Europa. En dan ontdek je bijvoorbeeld dat vlak na de Tweede Wereldoorlog sprake was van veel elan en vernieuwing. Dat we toen een periode hebben gehad waar het over instituties ging. En dat het nu vastloopt in bureaucratie. En dan moet je daar iets aan doen. Het loopt vast. Ja. Dat heb ik toch niet de Sybrand Buma horen zeggen dat het vastloopt. Ja, maar goed, hij heeft een andere verantwoordelijkheid dan die. Om gekozen te worden. Sorry. Mag ik heel even interrumperen? Want u begint eigenlijk te zeggen van, u heeft een soort diagnose gesteld van, u ziet eigenlijk het probleem dat mensen de verantwoordelijkheid eigenlijk niet meer nemen. Dat is een heel mensgeoriënteerde manier om problemen eigenlijk te benaderen. Vervolgens wordt u vanuit uw expertise heel erg op een economische manier gevraagd om een visie te ontwikkelen voor, in dit geval, Europa. Hoe komt dan dat menselijke of dat meer sociale element, hoe komt dat... Nou, ik begrijp je opmerking daarin over economische manier wel, maar het is niet zo. Het is niet economisch. Het is niet, de manier waarop ik kijk, is, en ben ook vast overtuigd, maar denk ook wel als resultaat van mijn eigen wetenschappelijk onderzoek, dat elke organisatie is over wat ik noem vier vermogens moet kunnen beschikken. Ja, zeker over geld. Zeker, er moet een markt zijn, dat zijn open deuren. Maar er moet ook, wat ik maar benoem als socialisatievermogen zijn, het vermogen om te kunnen en te willen samenwerken. En ook de wens dat elk individu in die gezelschap boven zichzelf wordt uitgetild. Dit is wat u... Dat element probeer ik naar voren te brengen. Dat is verantwoord ondernemen, naar uw idee. En daarbovenop is natuurlijk ook de denkkracht en de spiritualiteit van elk individu aan te spreken, te mobiliseren voor de verdere ontwikkeling van zo'n organisatie. En als ik een kritische blik heb op Europa, want dat is mijn rol als lid van het wetenschappelijk instituut, dan zeg ik dat die laatste twee vermogens, socialisatievermogen, betrekkenheid, motiveren van mensen, en de denkkracht die in Europa aanwezig is, dat die onvoldoende zijn aangesproken. Hoe kan je dat met een partijprogramma veranderen? Met de visie? Mensen enthousiasmeren voor Europa, of mensen mee laten doen, mensen... Nou ja, je moet dat vervolgens dus omzetten in wat je in een partijprogramma kan neerzetten. Hè? En dat betekent dus dat je... Nou ja, een van de hele concrete dingen die in het rapport komt staan. Ik denk dat het weer tijd is voor verhalen. En verhalen die zich ook geworteld zijn in de historie van Europa. Mensen het gevoel ook weer geven dat zij natuurlijk ook, zeg maar, staan op... Dat is geen beeld van mij, hè? Staan op de schouders van reuzen. Maar je moet even die reuzen opnieuw zien en denk niet dat je zomaar toevallig hier bent terechtgekomen. Maar hoe vertalen die prachtige adviezen zich nou in beleid bij de CDA? Want ik vind u toch een grote man binnen het CDA. Ik beschouw u als een grote man binnen het CDA. En dan juist daarop te richten van... nu moeten we proberen, ook vanuit de politiek, maar dat doe ik, kan ik makkelijker doen... want de invloed is daar wat meer op de gemeenteraad... om de verhalen te vertellen, de geschiedenis te vertellen. Om mensen zich daarin weer te herkennen en een nieuwe identiteit te geven. En de geschiedenis, dan zeggen mensen, de geschiedenis was de EEG en daar waren we tevreden mee. Ja.
En zegt de CDA dan misschien, of u adviseert dan, misschien moeten we daar weer een beetje naar terug? Of nou ja, en misschien nog veel terug. Gaan we terug naar Karel de Grote, waarom ook niet? Maar heeft u het idee dat bericht van u, dat verhaal over de verhalen, dat ook voldoende de mensen die op concrete velden uit moeten werken wat het beleid is, dat die zich daar door laten inspireren, door dat idee? Nou ja, dat hoop ik dan, hè? Want ik ben nu nog aan het schrijven, dus ik moet nog even kijken of ze er ook naar luisteren. Maar aan de andere kant, er lag wel de uitnodiging om het te gaan schrijven. Ja, dus ze hebben dus zelf al gezegd, van, ga er eens wat over zeggen. En wat ik gedaan heb, is wat ik net al zei, met de top van de partij praten en hun beelden te halen. En hoe zij erover denken, dat is op zichzelf opvallend, dat als je de tijd neemt om met hun gemak erover te praten, dat er een enorme rijkdom aan beelden en ideeën komen. Kunt u een die voorbeeld... ook een beetje vastlopen. Kunt u een voorbeeld geven van zo'n inspirerend verhaal? Wat zeg maar de geesten weer vers en fris maakt en wat het wereldbeeld doet kantelen? Want ik denk dat daar wel ook behoefte aan is. Nou, maar eerst maar even met een ander voorbeeld. Is wat uit de gesprekken naar voren gekomen is. Dan blijkt dat op dat niveau... Met de partijtop? Met de partijtop. Hè, een van de premiers. Heel letterlijk gevraagd, wat gebeurt er nou eigenlijk in zo'n topconferentie? Om dan toch samen tot een conclusie te komen dat in die... Dat soort dagen, dat soort uren er nooit enig moment is van reflectie. Dat er geen enkele ruimte is dat iemand zegt van waarom deden we dit eigenlijk allemaal? Waarom maken we ons zo druk draaiboek. Zo'n draaiboek en iedereen is alert op die niet door de media of door collega's hebben een pootje gelicht en iedereen telt zijn woorden. En niemand komt op die hele fundamentele vraag van wat is nou de essentie wat we in Europa met elkaar willen. Dat komt uit dat interview. En dan, als je dat dan weer teruggeeft, te zeggen dat je moet vormen vinden waarin dat soort gesprekken weer kan de partij dat wel volgen? Jawel, het zijn aardige mensen. Ook. Jawel, maar zijn mensen die uit de ambtelijke structuur komen, de velen van de partij op CDA, en die toen in de politiek terecht zijn gekomen, zijn vaak als ambtenaar begonnen. Met niet te gek veel ervaring. Sybrand Buma, ambtenaar justitie, beleidsmedewerker en werd toen partijvoorzitter. Dat zijn niet mensen met een hele grote schat en filosofische ervaring. We hebben ook Ruud Petom als voorzitter, ja. Die met haar ervaring als dominee, ja. Natuurlijk ook anders naar de wereld kijkt dan een ambtenaar. Nou, bent u ook een bezoeker? Dat snap ik. U bent ook een bezoeker van de Bilderberggroep. Ja. In de Bilderberggroep heb ik zo het idee, daar zijn ook werkgroepen. U bent zelfs voorzitter geweest in een van die werkgroepen volgens mij. Ja. Ik kan me niet meer herinneren wat het was. Maar. Gaat dat ook zo, gaat die informatie, gaat die gesprekken, wordt u daar ook dingen gevraagd om uw visie te geven op iets? In die Bilderberggroepen mensen, en wordt daarnaar geluisterd? Nou ja, kijk, de Bilderberg, de kracht van de Bilderberg, hè, dus de jaarlijkse bijeenkomst van het VNO-NCW, op de Bilderberg plaatsvindt, daarom heet hij zo. Mm-hmm. Daar is nou juist... Er is een traditie van meer dan 60 jaar. Daar hebben we nou juist de ruimte gecreëerd om voor het echte onderlinge gesprek. En daar loopt een breed scala van zelfstandige ondernemers, van bescheiden omvang, loopt er rond. Maar ook de politieke top, de ambtenaren van alle partijen, vind je daarin terug. En die komen daar toch in een setting van een gesprek en een dialoog met elkaar. Ja, mijn rol is daar maar een heel bescheiden in. Ik mag zo niet dat die discussie... Horen we weinig over die uitkomsten van die discussie? Daar heb ik geen verklaring van, maar het enige wat ik wel zie en wel merk is dat die discussies en wat daar tegen gezegd dat diverse malen aanwijsbaar terug te vinden zijn in de troonlederen bijvoorbeeld. Is dat een lobby voor ideeën eigenlijk? Ja. Een lobby voor ideeën. Ja. Maar is het ook zo dat u zegt van nou die ideeën komen bijvoorbeeld terug in de troonreden, maar komen die ook terug in Europees beleid of in Europese kaders waarin beleid wordt gedacht of gemaakt. En dus heeft het in die zin ook daadwerkelijk een effect in de uitvoering van de macht? Kijk, het idee is dat iedereen die daar is, hè, die 350 mensen zo ongeveer, want groter is het niet. Tenminste, de Bilderberg is niet groter, ja. Er kunnen niet meer mensen in. Dat iedereen dat wel mee terugneemt in zijn eigen rol. Dus er lopen gewoon ondernemers rond die dat gewoon in hun eigen ondernemerspraktijk doen. Maar er lopen politici rond die het in hun eigen taakspolitiek partij moet doen. Maar goed, achter die politici zitten dan weer denkers die de stukken mogen schrijven. En ook ambtenaren rond, het is wel de bedoeling. En net wat ik zei, vaak zie je toch dat de resultaten van die discussies terug te vinden zijn in een openbaar document als de troonrede. Maar weet en dan wat, zie je wat daar gebeurt. Maar weet je wat voor gedachten ik daarbij krijg? We hebben dus een vrij selecte groep met mensen die gaan met elkaar filosoferen. Ik zeg dat eerzaam gebeurt, daar ga ik vanuit. En daar komen gedeeltes terug in de troonrede. Terwijl de troonrede door de koningin door de koning wordt voorgelezen. En ja, die zegt het volk wat er gaat gebeuren. En mijn conclusie is een beetje, en het gevoel ook een beetje, dat een paar mensen
dat in gesprekken zo anseneren dat er in de troonrede dingen komen waar zij voordeel van hebben. En niet waar expliciet het volk voordeel van heeft. Nou ja, kijk, iedereen die individueel lid is van het VNO-NCW kan in principe de Bilderbergen bijwonen. Hè? Hmm. Dat is één. In die zin is het niet een gesloten groep. Hè? Je kan hier gewoon aanmelden. Maar aan de andere kant, om er tegen in te gaan, ik geloof wel in de nut en de functie van een elite. En dat bepleit ik ook. Op nog eens even hetzelfde maar stuk. Maar zodanig dat de elite dus de koning souffleert wat hij moet zeggen aan zijn volk. Nou, van kijk, nee, even het proces. Hè. In januari vindt hij Bilderberg rond. Daar is iedereen, daar wordt er over gesproken. Iedereen neemt het mee. Die troonrede wordt 9 maanden later geschreven. En dan zie je dat dat toch is meegenomen in de denkbeelden. Dankzij van de elite, zegt u dat nou? Of maar mede dankzij de elite? Dat is een gevaarlijk vlak, vind ik. Ja, nou, dat wil even doorgaan. Dan moeten we even doorgaan, ja. Ik vind, en dat is ook even terug over die aanbeveling in Europa. Dat is nog niet aan overgenomen, als je daar de vraag gaat stellen. Ja. Maar ik doe daar wel een sterk pleidooi voor het herintroduceren van een elite. En dat ook mensen, de vrijheid nemen om zichzelf tot die elite te rekenen. Maar wat is een goede elite? Want er zijn elites die zijn heel kwalijk. En wat is een goede elite dan naar uw idee? Nou, dat is in ieder geval een elite die niet uit is op zijn eigen belang. Hè? Ja. Mm-hmm. Dat is de eerste voorwaarde. Want die toch zich bezig is met het belang van het collectief. Maar ook eentje die zich een beetje vrij weet te worstelen van de waan van de dag. En ook een beetje probeert vooruit te denken op de lange termijn. En de grote verhalen. En dan kom ik weer terug op dat element. De grote verhalen weer zien. Dat gaat de burger nooit accepteren. Nou, ja, dat wou ik net vragen. Want er is natuurlijk in de ontwikkeling van de afgelopen 20, 30 jaar... is dat hele idee van toch hiërarchisch geleid gezag... juist een beetje verbrokkeld. Mensen geloven het hiërarchische gezag ook niet meer. Maar dat wil ik. Ik moet opeens denken aan de opmerking van Balkenende met zijn VOC-mentaliteit. Ja. En dan denk ik aan de elite, want in die tijd gaan we terug naar de oude regenten. Ja, maar het interessante is, als ik aan elite denk, denk ik eerder aan jullie dan aan Balkenende. Elite, wij zijn een elite. Ja, absoluut. Erik. We zijn er, Willem. We gaan stoppen. Nee, we gaan helemaal niet stoppen. Maar ik bedoel, wij gaan stoppen als mens. Maar jullie zijn de elite, toch? Jullie starten dit soort discussies. En jullie willen daar mensen aan de tand voelen. Ja, dan heb ik en nog een ander beeld bij de elite. Ja. Maar jij vroeg aan de definitie. De definitie zijn voor mij de voorlopers van de mensen die kritische vragen stellen. En dan mogelijk ook een soort beeld hebben waar het naartoe zou moeten. Maar wat zijn dan uw persoonlijke opvattingen over waar we naartoe moeten? En wat u bent ook lid van de elite. U zegt... Ik resumé even, er zou meer elite moeten zijn, tenminste, er zou een elite moeten zijn die misschien iets bepalender kan zijn, eerlijk en zonder belang. Maar waar moet die elite dan een beslissing over nemen die stroken binnen uw persoonlijke opvatting? Want misschien zijn er wel andere elitaire mensen die een hele andere mening hebben dan u. Ja, in ieder geval, volgens mij zijn jullie de elite en ik mag bij jullie aan tafel zitten. Dus bescheiden in de pikorde sta ik lager dan jullie als elite. Maar ik wil er wel deel van uitmaken. Ik denk dat het inderdaad verantwoordelijkheid geeft aan mensen. Ik hou niet zo erg van het begrip leiding en leider. Maar wel een beetje richtingwijzer zijn wat uit moet gaan. En proberen oplossing te vinden waar we nu voor staan. Want dan kom je dichterbij van wat ik vind. Is op de eerste plaats is dat wij tegen vraagstukken aanlopen die redelijk uniek zijn. Maar in ieder geval heel groot. Hè? Het bekende rijtje van... klimaatvraagstukken, armoedevraagstukken, vraagstukken van schaarste van groenstof, dat soort achtergrond. Gaat de elite dat oplossen? Die gaat het niet oplossen. Maar die kan misschien wel met de inspiratie, met verhalen komen die de mensen de moed geven om erover na te denken en samen met oplossingen te komen. Ik ben achterdochtig tegen de elite. Vindt u dat een vreemd gevoel? Nee, maar wel ouderwets. Ja. Ja. Een ontzettend archaïs, eerlijk gezegd. Ja. Weinig progressief. Ja. Willem, je moet me nu even helpen. Ja? Ja. Ik moet hier zo over... Nou, ik kan hier niet instant een antwoord op geven. Trouwens, ik ben ook niet om antwoord te geven. Nee, maar goed. Even het beeld terug naar de elite die eigenlijk dus... Als ik het goed begrijp, ziet u dat toch als een soort coach. Als een soort wijze iemand die wat afstand neemt. Oog heeft voor bezinning. Dat is ook wat u
vindt dat er ontbreekt? Nou ja, kijk, ze zijn er wel. Hè. Kijk, dat is toch interessant. Ja, in dit jaar... Noemt u eens een voorbeeld van iemand die dat belichaamt naar u? Namen noemen. Maar kijk, in dit jaar van de filosofie... Ja. Als je dat vergelijkt met 10 jaar geleden of 5 jaar geleden... Ik wist niet dat het land zoveel filosofen had als we tegenwoordig op televisie zitten. Er is er elke avond wel één, ja. Toch? Ja. Ja. Maar is dat ook niet... Komt het niet voort uit het idee dat mensen ook een beetje... Ja, zeg maar weggaan van de praktijk richting filosofie voor al die verschrikkelijke heftige problemen die er zijn. Ik denk dat er een goede verklaring is waarop er nu zoveel belangstelling is voor filosofie tegenstelling van 20 of 30 jaar geleden. Dus mensen toch worstelen in ieder geval met de existentiële vragen. En ja, dan in zo'n ruimte zoveel aanbod. En in dat aanbod zal ook wel kaf onder zitten, dat neem ik ook maar even aan. Maar dit zijn wel de opinieleiders. En dat zijn toch andere mensen die we tot nu toe zeg maar in de media hebben gezien die via one-liners een halve waarheid aandacht hebben proberen te trekken. Mm-hmm. En daar zit wel het grote verschil. Dus niet het zoeken naar de sensatie, maar de medemens aanzetten tot denken. En dan kom ik terug op de vraag. Hoe ziet mijn ideale wereld eruit? Het is een wereld waarin mensen denken. Ja, maar kunnen we zeggen dat u gekozen heeft voor een hele langzame weg tot verandering? Eentje van bezinning en iets wat zal gaan doorwerken? We moeten het trouwens zo afsluiten. Ik denk dat de weg waar ik voor gekozen heb, is de wereld te confronteren met paradoxen. En daarmee de onvermijdelijkheid van verandering ook te laten zien. Maar tegelijkertijd ook ervoor te zorgen dat als die verandering begint, dat er voldoende denkkracht aanwezig is om tot oplossingen te komen. En genoeg stabiliteit. Want anders is neergang de uitkomst. Hè? Als die veranderingsprocessen op gang brengen, is op zichzelf niet zo moeilijk. Revolutie maken en schreeuwen. En bommen gooien is geen ingewikkelde zaak. Maar als je niet voor zorgt dat de situatie die daar ontstaat voldoende potentie in zichzelf heeft om tot oplossingen te komen, ja, dan roep je alleen maar ellende over de mensheid af. Weet je waar ik een beetje aan moet wennen? Dat ik door een professor ouderwets word genoemd als ik wantrouwig ben tegenover de elite. Dat vind ik een ongelofelijke vreemde constatering. En ik gooi dat in een jasje met iemand die meewerkt ook aan CDA-programma's. En ik snap er echt helemaal niets van dat u dat zegt. Waar zit ik fout? Waar mis ik filosofisch iets? Waar zit ik fout? Dat was het. Als je de elite wantrouwt, vindt meneer Hardjono mij, misschien jou, ouderwets. Wat is het vernieuwend aan het herinroepen van een elite? Ja, dat is ouderwets. Ja. Nee. Kijk, wat vernieuwend is. Kijk, we hebben... Deze groep, hè, mensen die met ideeën komen en met gedachten komen, zodanig als het ware ingekapseld, of misschien zelfs ook uit de mond gestort, dat er een soort vlakheid in ontstaan is, maar ook iedereen verder ontslagen is van nader nadenken. En ik vind het juist een uitdaging om dit soort dingen die in het verleden ook hebben bestaan, zoveel is er in het nieuws bedacht, om nog eens een keer een nieuwe kans te geven en om opnieuw die rol te laten pakken. Om mensen na te laten denken over waar we staan. Door de elite? Nou ja, die mensen zullen ongetwijfeld het stempel krijgen de elite, omdat ze een kleine groep zijn en net iets vooruitlopen op de grote groep. Als laatste, mag u hem afsluiten? U heeft de democratie in een vorig interview met ons pervers genoemd. Ja. Zou u dat voor de kijker nog één keer in 1 tot 2 minuten uit kunnen leggen? Wat is precies pervers? Wat is pervers aan de economie? Nu democratie, hè? Democratie, ja. Overigens heb ik dat niet gezegd. Ik heb gezegd dat het de manier waarop wij de manier waarop wij de democratie op dit moment hebben georganiseerd, is pervers. Dus het manier van stemmen, hè, het manier van organiseren van verkiezingen, die is tegen zichzelf gekeerd en ontmoedigt mensen om nog actief te zijn. Ja. En dat is waar ik het over heb. En ik heb niet onmiddellijk de oplossing bij de hand, maar ik wil wel even het probleem benoemd hebben. Dat wat wij bedacht hebben in de 19e eeuw, toen we nog met koetsen en paarden rondreden, niet meer past in de tijd van iPads. Maar ziet u dat ook als onrecht? Ik zie het als een gigantisch gevaar. Want als we samen het geloof en het vertrouwen in de democratie, vandaar dat ik me toch even bezet tegen die onjuiste herhaling. Als we het geloof... Dat deed ik bewust. Maar ik luister wel. Niet meer het geloof in de democratie verliezen. Wat ik dus bedoel is iedereen betrekken bij besluitvorming. En om de besluitvorming te komen waar in ieder geval geprobeerd hebben
met zoveel mogelijk meningen rekening te houden. Als we dat geloof verliezen, dan ontstaat er een ander soort, en dat is misschien wel de elite waar je bang voor bent, ja. Maar die ik dan maar onder de titel dictatuur... Ja, klopt. Dat heeft u de juiste conclusie. Ja. Wij moeten afsluiten. Ja. En we gaan nu over, als u het goed vindt, nog even over de evaluatie van dit gesprek. Dat doen we gelijk in één keer door. Okay. Als ik daar de opening van mag geven. Ik vond het een ontzettend... we hebben eerder een interview gehad met u. En ik vond dit gewoon een stuk beter. Ja. Waarom was het beter? Nou, omdat ik was ik beter voorbereid. Ja. Ik vond twee dat u wat opmerkelijke uitspraken deed. En ik vind de combinatie, als ik een kijker zou zijn en ik hoor de combinatie CDA, troonrede, elite, dan vind ik dat ik als interviewer daar moet proberen wel om uw denkwijze naar boven te brengen. En dan ook eens een keer nog die perverse democratie. Oh, dat vond ik mooi. Ik vind één thema toch een beetje onbelicht. Want ik heb in het vorige interview heb ik gemerkt aan u dat u best wel een passievol iemand bent. Ik ben heel geëngageerd. Dat engagement heb ik eigenlijk terloops gemerkt. En bijvoorbeeld waar ik me in uw positie denk ik heel erg kwaad over zou maken, dat is ook het woord waar ik net mee eindigde, onrecht. Ik kan me voorstellen dat dat een belangrijk onderdeel is van uw agenda. Maar we gaven meneer Hadjona minder ruimte dan de vorige keer, Willem. Nee, maar dan hebben we toch misschien iets over het hoofd gezien. Ja, onrecht. En, vond u het beter respect interview? Ook, maar door het woord respect wel, ook voor je medemensen. Bijvoorbeeld. Zeg het maar. Nou, jij geeft net aan, Willem, dat gepassioneerde. Ik heb het ook gemist. En ik heb met name gemist concrete voorbeelden. Ja. U heeft een keer gezegd, ik geef geen namen. Hè, maar namen, concreet maken van voorbeelden, van situaties, zou mij toch wel helpen om iets meer zicht te krijgen op het belang van wat u doet. Okay. Ja, dan zeggen we, u zegt het tegen mij, maar ja. Ja. Als zij er niet op drukken, ga ik het niet vertellen. Dan vraag ik het u nu. Concrete voorbeelden, even terug aan mezelf. Want ik word altijd buitengewoon nerveus als mensen het woord concreet gebruiken. Want ik denk, ik ben toch hartstikke concreet, maar blijkbaar niet in de gedachten van anderen. Dus dat is een beetje mijn probleem. U heeft prachtige beelden, hè, roept u op. Ja, maar dat is mijn concreetheid. Dat is mijn eigen concreetheid. Maar heeft u daar toch een voorbeeld van, hè? Bijvoorbeeld in uw eigen bedrijf, een concreet voorbeeld van hoe zet u dat neer? Hoe... Mag ik nog een andere vraag stellen? Ja, hoor. U bent prominent lid van het CDA. U heeft... Ja, niet overdrijven. Maar... Nou ja, dat zeiden de heren net. U heeft allerlei gedachten over de elite. Het feit dat democratie tekortschiet, commitment van mensen steeds lager wordt. En dan hoor ik meneer Buma alleen maar over lastenverlaging. Ik bedoel, is uw eigen partij ook niet ontzettend verschraald? Ja. Ja, nee, dat klopt. Ja? Maar je probeert natuurlijk, vanuit de rol die ik heb, hè, als vrijwilliger bij het wetenschappelijk instituut, juist dingen op te schrijven in de tekst en de omgeving die daarin kan, om daar kanttekeningen bij te plaatsen. En dat is wat er gebeurt. En dat is net wat gevraagd is, een beetje laat. Zo, ja, zo gaat het spel. Zo'n wetenschappelijk rapport zal nooit verschijnen in de tijden van verkiezingen. Ja. Dat is nou weer de rolverdeling binnen een politieke partij, dat je niet de mensen die de dagelijkse politiek een rol hebben, te veel voor de voeten loopt, maar ze op een later moment echt laat nadenken. En dan vinden de discussies plaats binnen de kamers. Niet omdat ze het geheim willen houden, maar omdat je dan in ieder geval de vrijheid en de ruimte creëert om tot op het bot te gaan, als dat een concreet voorbeeld is. Nou, normaal gesproken, het CDA is altijd aan het herbronnen, hè, in de oppositie. Er zijn wel veel wetenschappelijke rapporten geschreven, ook van Ab Klink, die in beleid zijn omgezet later. Ja. Ook van allerlei denkers waar Balkenende zich op gebaseerd heeft in 2002. Ik heb het idee dat het CDA nu alleen maar zit te wachten tot ze weer kunnen regeren. En helemaal niks herbronnen. In de perversiteit waar meneer Adjano over bedoelt. Ze willen regeren. Ja. Kijk, ik kan alleen maar waarnemen dat mij een vraag wordt gesteld, hè, binnen de partij. En dan probeer ik met alles wat ik ben
daar een antwoord op te geven. En daar komen dit soort opmerkingen uit die ik hier ook maak. En of de dames maar hoe vaak ook naar me gaan luisteren, dat weet ik ook. Hoe vaak moet u nog uw hoofd stoten? Oh, nou, ik was van plan heel oud te worden. Ja, binnen die partij? Ja, ook. Maar of ik nou zo mijn hoofd stoot? Nou ja. Ik weet niet binnen die partij nou meer of nou minder. Buiten stoot ik meer mijn hoofd dan binnen zijn omgeving. Kijk, wat ik persoonlijk aantrekkelijk juist vind van het CDA, dat een plek is waarin je zonder enige terughoudendheid het kan hebben over waarden en dingen die je belangrijk vindt en andere mensen daar ook op kan aanspreken. Want dat gevoel heeft hij wel. Dat ja. Dat lijkt me wel als belangrijk. Als toch geen lid van die partij, dan vind ik dat toch niet. Ja. Kan het met andere partijen niet? Ja, kijk, dat is natuurlijk lastig. Hè. Ik ben lid van een andere partij. Ik ben niet zo dat ik het overal een keertje heb geprobeerd of zoiets dergelijks. Maar ik kom ze wel tegen. En er zijn toch partijen waarvan ik had gedacht dat het kan. En dat ik daar dan 3 keer weer van schrik dat het dus blijkbaar niet kan. Ja. Maar dat is, een soort kadaverdiscipline is. Maar is er niet ergens in het moment van crisis binnen het CDA een moment geweest ook dat er dingen werden gezegd waarvan u dacht, nu zeg ik echt mijn lidmaatschap op. Ja. Die is klaar. Ja. Kunt u even vertellen welk? Ja, het beruchte moment. Is dat hij met de PVV in zee ging. Dat was voor u wel een belangrijk ding. Het punt van, misschien moet ik er maar mee stoppen. Heeft u tegen gestemd? Ja, ik ben zelf helemaal naar Nijmegen gegaan om tegen te stemmen. Prachtige TV. Ja. We hebben genoten. Dank u wel.